Goedendag. Vandaag en ook de komende dagen staat er vrij veel bewolking op het programma. Af en toe eventjes een glimpje van de zon, maar over het algemeen toch vrij grijs weer. Ook vandaag. Vandaag zien we dat er ook een bandje met iets wat dikkere bewolking over het land trekt, waaruit verspreid dan her en der een beetje regen kan vallen. Middagtemperaturen komen uit op zo'n 12 tot 14 graden, met ook wel af en toe een glimpje van de zon tussendoor. En de wind die gaat draaien, is eerst zuidwestelijk, draait in de loop van vandaag naar het westen en aan zee zelfs naar wat meer noordwestelijke richtingen. En is matig van kracht, een windkracht 3 tot 4. Dat maakt het iets rustiger dan gisteren. Kijken we dan naar de dagen erna, nog steeds vrij veel bewolking. Morgen een overwegend droge dag, dat wel, 12 graden als maximum temperatuur. In de loop van de zaterdag gaat het regenen, misschien voor het oosten van het land pas tegen de avond. En dan hebben we middagtemperaturen van een graad of 14. Dan volgt een zondag en maandag die frisser gaan verlopen. Zondag waarschijnlijk ook nog wisselvallig weer, maar begin volgende week lijkt het een tijdje droog te blijven met ook wat meer zonneschijn. En ondanks die lagere temperaturen wordt het dan dus wel wat mooier weer.